Vormer. Lachambre. En Baudor. Van Wolfswinkel, Moulenga. Silverbauer. Dat is een goede opening. Mertens heeft hij misschien ook in huis. Mertens, uiterst behendig. En Moulenga, de eerste Utrecht-mogelijkheid. Boos op zichzelf. Want hij mist het doel op vele meters. Prachtige actie van deze man, Dries Mertens. De val. Hadden we hier. Joeker voorin. Bij de tweede paal. Baudor, kan die uithalen? Dat kan die. Zijn tweede poging. Silverbauer. Die redt het niet. Naar aanleiding van deze botsing. Waarbij die Jansen blokt. Maar daarbij zelf geblesseerd raakt. Vormer. Addo. Oh, Addo, wat doe jij nou? Je schenkt een kans aan Moulenga. Die moet hem maken en dan staat Utrecht voor. Maar Castro voorkomt dat. Wat een onbegrijpelijke misser van Erik Addo. Veel beroerder kun je hem niet raken. Maar dat geldt ook natuurlijk voor de wijze waarop Moulenga probeert Castro te passeren. Lenski. Nesu. Keller. Terwijl Nesu een schot meekrijgt van Adouir en die incasseert ervoor geel. Wat bezielt iemand om zo'n overtreding te maken? Ja, op de enkel. Hele foute overtreding. Rood had ook gekund. En ook Nesu moet eraf. Lenski. Redding Castro op de inzet van Wolfswinkel. Krijgt hij nog een kans? Nee. Lenski. Moulenga met zijn derde poging. En nu zit hij er wel in. Werd gefluit ontvangen toen hij alleen voor Castro geen kans zag om die bal langs de doelman van Roda te krijgen. Maar nu lukt het hem alsnog. Kleine probleempjes in het vak bij de Roda-fans. De stewards proberen een Limburger ertussen uit te pikken. Aan de andere kant is Skobu weg. Jonker, Skobu en Vorm op het verkeerde been, maar zo snel is zijn reactie dat hij de gelijkmaker voorkomt van deze man. Buitens. Nijholt. Lenski. Mertens weg. Ontsnapt aan de aandacht van de foul. Mertens goed teruggelegd. En het is 2-0 wil ik zeggen. Ja, dat wordt het toch. Via Ricky van Wolfswinkel. Twee mogelijkheden. De eerste van Mertens. En de tweede van de paal. En van de tweede maakt hij gebruik. Baudor nog een keer met een diepe bal op een onvermoeibare Jansen. Jansen gaat hier de... Oh! Wat sneu voor Michel Vorm. Die serie van al die wedstrijden zonder tegengoal, die is hij kwijt. Dankzij de inzet van Willem Jansen. Utrecht wint. Het was niet al te best. Daarvoor is het applaus ook niet bedoeld. Het applaus is bedoeld voor de winst.